Bridget, heb jij een computer thuis? Ja, ik heb een computer. Heb je een eigen computer? Nou, dat niet, maar ik gebruik hem vaak met mijn vader, moeder, mijn broertje en ik. Oké, waar staat dat ding? Dat ding is onder de tafel, onder de kleine tafel. Kleine tafel, is een laptop. Ja. En dan zet je hem gewoon op je schoot of bij de tafel? Ja, ik zet hem vaak op de leuning van de bank. Op de leuning van de bank. En wat doe je dan op de computer? Wat vind je het leukst om te doen? Vaak ga ik YouTube-filmpjes kijken of ik ga spelletjes spelen. Welke? Vaak ga ik op Kinsey en soms ook op Kizzy. Ja? En verder is het soms met mijn oma op spelen.nl. Verder is het eigenlijk geen spelletjes. Oké. En YouTube-filmpjes, wat voor film, waar zoek je dan op? Wat voor termen vul je dan in? Wat typ je in? Nou, ik typ vaak in van vaak van die grappige filmpjes dat ze allemaal ongelukken en misgaan. En ik kijk ook vaak van die tv-programma's. Gewoon wat ik vaak op de tv kijk ik soms ook op de laptop. En verder is het eigenlijk ook niet echt veel YouTube-filmpjes. Oké. Heb je ook wel eens een YouTube-filmpje gezien, nog dezelfde vraag weer, waarvan je denkt, hey, dit is echt niet voor mij bedoeld? Nou, soms eigenlijk wel. Ja, wat dan? Wat voor filmpjes zie je dan? Ik had een keer zo'n filmpje dat misgaat en had ik een filmpje en toen gingen ze eerst een heel praatje maken, maar dat was echt niks voor mij. En daarna dacht ik van, oh help, ik zet hem op pauze en ik ga wel ergens anders. Oké. Want was het niet leuk om naar te kijken of was het gewoon saai? Het was gewoon, ja, vaak is het saai en soms is het ook gewoon echt niet leuk om naar te kijken. Nee, wat is echt niet leuk om naar te kijken? Nou, zoals ik zei bij de tv, dat ze dieren gaan, hoe heet dat ze dieren slachten of zo. Oh en, ja, dat vind je niet leuk? Nee, dat vind ik echt niet. Dat vind ik gewoon echt niks aan. En bij YouTube, wat doe je dan als je zo'n filmpje tegenkomt per ongeluk, zeg maar? Nou, dan druk ik hem vaak op pauze en dan ga ik weer, dan typ ik gewoon snel iets in. Ook al bestaat het niet, typ ik gewoon wat in en dan... Dan ga ik zoeken en dan staat er altijd geen resultaten gevonden. Maar dan ben ik al lang blij dat het filmpje weg is. Ja, precies. En dan ga ik weer verder naar een ander. Ja, okay. Vaak ga ik dan gewoon naar een ander filmpje. Ja. Hey, en hebben jullie ook een iPad thuis of een tablet? Nee, ik had een tablet. Mijn broer had er ook een. En we hadden er met z'n allen eentje. Eerst hadden we met z'n allen er een. En toen heeft mijn broertje op de bank gesprongen. En toen is hij er van de bank afgevallen. En toen was het scherm kapot. En er zit ook een apparaat los in die tablet. En ik kreeg met mijn broertje verjaardag kreeg ik ook een tablet. Mijn broertje kreeg er ook een. We hadden dan zo'n mini. En die van mijn broertje ging die ook weer springen op de bank. Viel die er vanaf. Toen deed hij het gelukkig nog. En toen ging hij nog een keer springen op de bank. En toen viel hij er bijna vanaf. Hield hij hem nog tegen. En toen ging hij mee rondjes rennen. En toen viel hij uit zijn handen. En toen was hij kapot. Oh, en laatst is die voor mij, welk een pakken, welk voor de kast gaan staan, welk iets opzoeken en toen gleed hij uit mijn handen. Mm. Oké, dus jullie hebben eigenlijk geen tablet nee, meer eigenlijk die het doet? Ja, eigenlijk heb ik niet.